Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA Online pimp video. Want vandaag gaan we weer een autootje pimpen, want jullie hebben veel gezegd tegen mij. Ryan, je moet één autootje gaan pimpen die je echt altijd kan gebruiken in de races. En vandaag heeft GTA me gewoon 1 miljoen gegeven. Vorige week heeft GTA me 1 miljoen gegeven, dus ja. Ik heb 2 miljoen gehad. Ik had eigenlijk 3 miljoen. Maar ik had al een auto gepimpt. Namelijk die Honda. Dus we hebben nu nog wat over. En ik heb daar iets leuks mee gehaald. Want hier heb je de Honda. Die was heel nice. En nu hebben we naast de Wagner staan. Dus ja, jullie zeiden allemaal, Ryan, je moet echt de Wagner komen. Is goed voor Grand Prix races. Dus vandaag gaan we die gewoon lekker gaan pimpen. Dus vind je het leuk, dus ik een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken. En ik wil nog eerst iets aankondigen voor we dit gaan pimpen. Misschien heb je het al gezien in mijn banner, maar ik ben gesponsord door Proximus en ik wil iets aankondigen voor hun. Want er is een FIFA-competitie gaande van Proximus, dus georganiseerd door Proximus en het E-Pro League. Dus het is een Belgisch FIFA-toernooi, dus dat is altijd wel leuk voor de mensen die graag FIFA zien. Want je kan ook alles volgen op hun website tijdens de livestream. Dus ik zal ook gewoon de link in de beschrijving zetten, dus je kan het zeker gaan uitchecken. En misschien kan je wel nog iets bijleren van deze mensen. En ja, misschien vind je FIFA wel aantrekkelijker. Misschien heb je nog nooit FIFA gespeeld en misschien vind je het wel heel interessant en wil je het ook zelf kopen. Ik heb wel heel veel misschien gezegd. Ja, misschien moet ik dat minder doen. De competitie is al bezig van december en eindigt op maart. Dus je kan altijd blijven kijken. En ik zit dan nog te kijken of ik nog iets vergeten te zeggen ben. De playoffs beginnen op 20 maart. Dus ja, ik weet niet wat de play... Sorry, ik ken niks van FIFA. Maar de playoffs kan je dus bekijken vanaf 20 maart. En de 4 beste spelers van de playoff gaan de finale spelen op 28 maart. Maar meer details volgen. Ik zet gewoon alles in de beschrijving. Ik zal alles mooi uittypen, dat je alles mooi kan volgen. En misschien kan ik gewoon nog even een filmpje in beeld laten tonen van wat het precies is. Nou, dus veel kijkplezier naar het kortdurende filmpje. When you want to reach the top, you have to tackle the bottom at first. And it's in! Gonna try his luck! Here's the shot from distance! How has he done that? It's a fantastic save! Shot's up! Oh, that's great! And the wait is over! Watch live on Pix and Twitch. Proximus. Think possible. Nou, dat was het filmpje en misschien kan je ook gewoon hun sociale media uitchecken. Dat kan altijd voor op de hoogte te blijven van zaken. Maar we gaan gewoon nu onze auto echt gaan pimpen. Dus we gaan gewoon instappen en we gaan gewoon even een stukje toeren. We gaan even gewoon een stukje toeren, altijd leuk. En heel veel mensen staan hier weer al, iedereen is me gejoined. Oh jeetje, oh jeetje. En het is nacht, maar misschien denk je dat we klaar zijn met pimpen. Is het weer dag? En ja, de Wagner, ik ken hem al. Ik weet hoe snel die is. Een van de snelste cars. Dus ja, ik hoef hem niet meer te performen voor jullie. Maar ik wil hem toch wel in een video laten tonen hoe ik hem pimp. Want volgens mij kan je hem nog wel redelijk goed aanpassen. Dus ik ga gewoon naar binnen. Joep, joep, chop, chop. Naar binnen, jongen. De Wabouchi. Nee. Totaal verkeerd uitgesproken. De Bouchy Wagner. We gooien de brakes op natuurlijk. De bumpertjes kunnen we ook gaan aanpassen. Alleen voor bumper. Zo zit het in mijn keel. Action Stripe Splitter. De Race Splitter. Of de Action Stripe Race Splitter. En ja, ik denk dat ik voor deze haal. Puur omdat als we dan een waarheid... Nee, ik weet het niet. Nu ben ik aan het twijfelen. Ja, ik denk ook voor deze gaan. Gewoon puur voor races. Dat we niet met blijven hangen met onze voorbumper. De engine kunnen we aanpassen. En de uitlaat ook. We doen gewoon de chrome type exhaust. We kunnen ook de hoed gaan aanpassen. We kunnen het stokhoed weghalen. Of we kunnen secondary color detail. En
Carbon intake, maar ik denk dat voor de secondary color detail ga. Truckhoornetje kunnen we. Ja, we gaan iets anders pakken. We gaan gewoon iets anders pakken. Of deze? Of deze? Ik denk ook voor deze ga deze keer. 46.000 euro. Dat is echt heel veel geld voor een toeter. Oké, maar we zullen het gewoon doen. We kunnen headlights aanpassen. Neon kitje gooi je er wel onder hier. En het kleurtje doen we later. Kunnen we een black en yellow plate aanhangen. Respray doen we later. De roof kunnen we ook gaan upgraden. Want je kan hem helemaal laten overlopen. Dat wat heel vet is. Ik kan hem een scoopje erop zetten. Maar ik denk dat ik hem voor de secondary scoop ga. Verkopen doen die spoiler kunnen we er ook op zetten. We kunnen voor de carbon spoiler. Vind ik mooi. Carbon die Wouchy spoiler. Vind ik mooi. Primary GT spoiler. Vind ik wel mooi. Secondary spoiler. Ja, deze vind ik wel heel vet. De primary race spoiler. Ja, we gaan voor de secondary. We kunnen dan nog een tweede kleurtje. Lager aan de grond. Ja, dat is ook wel leuk. Transmissie erin gooien, gewoon pompen, jongen. Turbopompen. De wieltjes, we gaan voor de high-end deze keer. Ja, we gaan voor een high-end, waarom niet? Ik denk dat ik gewoon deze pak. Dat vind ik wel mooi. Dan kunnen we ook nog de. De, hoe heet dat? De bulletproof tires doen. De ding is hier, de smoke doen we later. En we kunnen onze windows nog blenderen, dat zien we niet meer zitten. En dan moeten we natuurlijk onze kleurtjes doen, wat livery hebben we niet. Hè? Nee, gaan we meteen naar onze kleuren. En ik ga meteen weer naar mijn matkleur. En ik denk dat ik hem officiële kleuren ga doen. Rood, wit, puur, ja, ik ga veel met deze auto racen en mijn kanaal kleuren zijn rood-wit. Dus we gaan gewoon voor rood-wit. Ik vind hem zo prachtig, ook druk zien. Alleen vind ik jammer van dat dakje, dat die carbon in beslag neemt. De binnenkant kunnen we ook wel rood doen. Accent color. Oké, ik weet niet wat het is. Oh, dat is daar, die zijkant. Oh, dat is wel leuk. Dat doen we wel gewoon wit dan. Maar ik vind het jammer dat de dakje, kunnen we het dakje niet veranderen? Nee, dat dakje kunnen we niet aanpassen. Maar eerlijk is eerlijk, dat wit vind ik niet mooi. Dat ik denk dat ik hem gewoon door laat lopen. Ja, we laten hem gewoon doorlopen. Vind ik iets mooier. Alleen, jammer van dat carbon moet ik zeggen. Kunnen we wel nog onze bandjes gaan kleuren. Want wielcolor kunnen we in het. Gaan we gewoon voor wit natuurlijk. En onze tire smoke doen we natuurlijk wel rood. En dan is hij volgens mij volledig gepimpt. En gaan we even een stukje toeren. Kijken hoe dat hij rijdt. Ja, iedereen weet hoe dat hij rijdt. Maar we gaan even een stukje toeren. Ik vind hem wel heel mooi eruit zien zo. Is ook wel altijd leuk. Jullie vroegen erom om dit te pimpen. En ik heb het gedaan voor jullie en bedankt voor het idee om na te laten. Dus hebben jullie nog ideeën voor een andere auto die ik kan gaan pimpen? Laat het me weten. Liefst auto's die goed zijn voor races, de Krieger misschien ofzo. Want deze kan ik dus gewoon gaan gebruiken in races. Dus ja, kan misschien eerste worden als het een wachtmeer race is. Want Osiris houdt het namelijk niet bij. Wat het probleem van alleen aan deze auto is, dat je geen randjes kan pakken. Want als je randjes pakt, kan het gebeuren dat je meteen gaat wegglijden in een bocht. Dat bedoel ik. Als je een randje pakt in een bocht, dan glijd je meteen weg. Dus je moet eigenlijk je gas loslaten in een bocht en dan weer gassen. En Firewoost, dus je bent de echte. Ben je de echte? Ja, ik ben de echte. Ja, inderdaad. Ik ben Rijn de Bakker. Hallo. Maar ja, we kunnen die dus weer gaan gebruiken. En hierbij zit deze video er weer op. Ik had hem gekocht in korting. Hij was 800.000 euro of dollar.
En normaal is hij iets van 1,3 of zo. Dus ik had weer geluk dat hij nog een kwart in staat. Maar hierbij zit deze video er nu echt op. Dus heb jullie genoten, doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet zeker ook niet te abonneren, te reageren. En op het belletje te drukken, dan weet je wanneer er een video nieuwe video online komt. Dus thanks voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. Bye. Bye.